Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan we weer verder met het lichaam. Zo ziet hij er nou uit. Nou, ik vind hem toch echt wel goed eruit zien, moet ik zeggen. Dus ik ben best wel trots op mezelf dat we dit tot nu toe hebben gedaan. Mocht je het niet willen snappen en het gaat te snel, onder de eerste video, onder deel 1, daar zit een linkje naar de beschrijving waar je dit paardje of een model kan kopen, zeg maar. Het is niet heel duur. Dus voor dat geld moet dat wel kunnen, denk ik. Tenminste, ik heb het ook gekocht van mijn eigen zakgeld. Dus ja, mocht je het weten, ik heb gewoon zakgeld. En ik ben 23. Dus ja, ik krijg gewoon nog zakgeld. We gaan in ieder geval beginnen met de rug nu. Dat wordt wel even wat. Of eigenlijk juist weer niet, ik weet niet zo goed. Maar goed. We gaan 14 losse haken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14. Dus dit wordt zeg maar de gehele rug. Maar hij wordt natuurlijk nog langer, omdat daar nog 4 benen onder moeten. Dus in de tweede losse van de haaknaald, daar gaan we nu 2 vaste inhaken. Dat is zeg maar ook de dat is zeg maar ook het begin en eind ervoor, dus ja. En dan gaan we nu 12 vaste haken. Als het goed is moet het dan 12 zijn. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 en 12. Oké, nou moet ik zelf ook even kijken. Ja, dus dan moeten we nog een vaste hierin doen. Dus in dat gedeelte waar die... ja, wat ik nu ervan begrijp, is dat we dan hier in dat, waar we hier begonnen zijn, zeg maar, met dat stukje, hierin gaan we dan ook een vaste haken, zodat die zeg maar het begin en eind in hetzelfde vaste zit. Zoals je ziet. Dus we beginnen hier. Gaan we naar boven. En we eindigen ook daar. Oké. Okay. En. Ja. En nu gaan we 18 vaste haken. We zullen het zien. Dus en natuurlijk hier zit ook nog een vaste eronder. Dat is hier. Dus die pak ik ook gewoon mee. Dus als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18. Nou zitten we in principe geheel in het midden van het paardje. Voor zover ik het weet. En dan moet ik heel even kijken. Want picture 10 en 11. Nu gaan we dus eigenlijk gewoon de hele tijd zo haken. Om het lijfje heen. Dus zo gaan we haken. Dus om het lijfje hier en dan daar weer heen. Waarom snap ik eigenlijk even niet. Dus ik ga heel even kijken naar de volgende foto. Oh ja, want dan krijgen we natuurlijk dat onderste gedeelte. Dus de nek is klaar in principe nu. Dus dit gedeelte is klaar. En ik ga nu het gedeelte van de rug maken. En volgens mij is dit dan weer een nieuw begin. Van waar we moeten eindigen. Tenminste, dat idee heb ik. Dus vanuit hier gaan we dan weer verder. Dat wil zeggen
18 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, mijn handen zijn een beetje vies. Ga ik even wassen dadelijk. Hoeveel was ik nou? Nou weet ik het niet meer. 10 geloof ik of zo. Oh crap. Bij 10 of 11 was ik. Weet je wat? Daar heb ik een trucje voor. Haha. Vanuit het midden, vanuit hier moeten we 18 tellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nou, had ik het toch goed gedaan. 11. 12. 13. 14. 15. 16. En dan gaan we nu natuurlijk op dat stukje. 16. 17. En 18. Dan gaan we nu 12 haken. 12 vaste. Maar dan snap ik even niet. Oké, 12 in ieder geval. Ja, 12. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dan zitten we precies op het einde. En dan kom ik niet doorheen. Ja, ik heb hem. 12. Nou, ja, nu ziet het er redelijk uit. Dus dan is dit denk ik het nieuwe begin van alles. Nee, klopt niet. Even kijken hoor. Ja, dat had ik. En dan nu 33 vaste. Nou, ben benieuwd. Even kijken hoor. Dit is 1, 2, had ik aan maar iets meer naar mij toe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33. Nou, ja, nu lopen we ongeveer gelijk, heb ik het idee. Volgens mij niet. Maar goed, we hebben er nu ook weer 33 gemaakt. Dus zo ziet het er nou uit. Heel gek, maar wel op zich realistisch of zo, denk ik. Dus we gaan naar de volgende toer. En dat is 3. En nu is het eigenlijk gewoon normaal haken. Dus 18 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 en 18. Dus ze zitten iedere keer precies op dat hoekje. Nou, dat is een goed teken. Dan gaan we nu 2 bij 3 zijn we. Ik ga even mijn schaar erbij leggen of zo, want dit gaat hem niet worden. Als ik het dadelijk, maak ik dadelijk weer een fout. Dus 2 halve stokjes gaan we hier maken. In 1 vaste. Oké, en dan is het 10 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan hebben we hetzelfde toch weer? Ja. 2 halve stokjes. In 1 vaste. Zo dus. En dat 2 keer. Dus dit is 1. Wat? Ja, nou, volgens mij klopt het. En dan is het een half stokje in de volgende vaste. En daarna is het weer 2 halve stokjes in 1 vaste. Oké, om het even makkelijk te maken. Dus dit is het gedeelte van de kont, denk ik dan. Nee, van de rug, van de achterrug. En dan is het 10 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 en 10. 10 vaste. Dan is het weer 2. Maar waarom moet ik eerst dan hier 2 halve stokjes doen? En daar. Oh ja, je zit wel ongeveer gelijk. Dus nu 2 halve stokjes in een vaste. Ja, inderdaad. En dan is het 13 vaste. 1, 2, 3, 4, 5. Heb ik er nou 5? Ja, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Elf, 12, 13. Dat was mijn konijn. En dan 2 vaste in 1 vaste. En dan 4 vaste. 1, 2, 3 en 4. Nou, nu zijn we dus zover. Gaat best goed eigenlijk. Toppie. Dan gaan we naar de volgende. Dat is nummerootje 4. We gaan lekker zo. Even kijken. 3 vaste. 1, 2, 3. Dan 2 vaste in 1 vaste. Dan 25 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25. Nou, zover zijn we nu. En dan. Even kijken, dus dat is dus nu halve stokjes.
Dus gewoon vier halve stokjes. Oké, ik moet even kijken. Dus vier halve stokjes. 1, 2, 3 en 4. Zo ziet het er dan eruit. Maar dan staat er dus ook. Ja. Dus nu is het dan 2 keer. Nee. 4 keer 2 halve stokjes in één vaste. Nou goed, ik zal het even. 2 halve stokjes in één vaste. En dat doe je hierna nog 3 keer. Dus weer 2 halve stokjes in één vaste. 2 halve stokjes in één vaste. 2 halve stokjes in één vaste. Dus dan heb je in totaal 4 keer 2 halve stokjes in één vaste. En dan is het nu weer gewoon een half stokje in elke vaste van de vier. Dus 4 vastes in totaal. 1, 2, 3 en 4. Zo ziet het er nou uit. Dus hier in de omranding 2 halve stokjes in 1 vaste. En dat 4 keer. En hier dan gewoon 4 halve stokjes. En dan 29 vaste. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 29. Nou, dit ziet er toch best wel redelijk goed uit, moet ik zeggen. Oké, okay. We gaan ervoor 28 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, even goed onthouden. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28. Oké, we komen wel steeds dichter bij de body. Maar het, ja, volgens mij hoort het er wel zo uit te zien. Ik ga nog even kijken bij die andere. Ja, want dat gedeelte moet dus groter worden. Oké, dus het klopt wel. Dus, gewoon 4 halve stokjes. 1, 2, 3 en 4. 4 halve stokjes. Nu komt het. we gaan dus 2 halve stokjes in één vaste haken en dan gewoon een half stokje. En dat moeten we 3 keer doen. Dus 2 halve stokjes in 1. Dan gewoon een half stokje haken in een vaste. En dit gaan we nog 2 keer doen. Dus 2 halve stokjes in 1. 1 half stokje, 2 halve stokjes in 1 vaste en dan 1 half stokje. Oké, dan gaan we nu precies hetzelfde doen, maar dan andersom. Dus een half stokje en dan 2 halve stokjes in 1 vaste en dat weer 3 keer. Dus hierna nog 2 keer. 1 half stokje in de vaste,
twee halve stokjes in één vaste, een halve stokje in een vaste en dan weer twee halve stokjes in één vaste. Zo, dat is even een mond vol. Dus wat hadden we dus in het begin? We hadden twee halve stokjes in één vaste en in de volgende vaste een half stokje en dat moet je drie keer doen. Heb je dat gedaan, dan heb je uiteindelijk dus een half stokje en dan twee half stokjes in één vaste. En dat moest je dan weer drie keer doen. En dan gaan we nu weer vier halve stokjes loshaken. Dus 1, 2, 3 en 4 halve stokjes. Nou, dan hebben we deze toer ook weer gehad. En dan nu 26 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26 vaste. Bah. Dat was me eventjes. Maar we zijn er nog niet. We moeten nog even een paar van die rondes. Ik geloof 3 nog. Even om het makkelijk te maken. Dus zo ziet het er nou uit. Zo van dichtbij. Ik vind het er niet slecht uitzien. Dus. Oh jongens. 30 vaste. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30. Oké, dan hebben we dat ook maar weer gedaan. Dus zo groot wordt het paard dus ongeveer. Nou, mooie denk, mooie grootte. En ik doe het natuurlijk al met 2,5, dus als je 3 of 4 pakt, dan wordt die groter. Ga ik overigens even niet doen. Oké, nou komt het weer. Dat ingewikkelde gedoe. 6 halve stokjes. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Nu twee vaste, of twee stokjes in één vaste. Twee halve stokjes in één vaste. Dan is het nu drie halve stokjes haken. 1, 2, 3. Twee halve stokjes in één vaste. Dus twee halve stokjes in één vaste. En dan nog een keer twee halve stokjes in één vaste. Dan weer drie halve stokjes. Twee en drie. Dan is het weer twee halve stokjes in één vaste. En dan is het weer zes halve stokjes. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan is het weer 30 vaste. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30. Nou, dan hebben we toch echt weer pak een beetje de helft gemaakt. Oh jongens, dan moeten we nog heel wat. Maar op zich, ik vind hem niet slecht. Wat ik wel vast ga doen, is ik ga de nek weer een beetje opvullen. Zodat we dat dadelijk niet over het hoofd zien. Want ook hier moet er stevig wat in. Want hij moet natuurlijk goed kunnen blijven staan. Dus dat douw ik echt aan. Zoals ik het voel, is het echt wel goed stevig aan het worden. Ik trek het een beetje uit elkaar, zodat het wat makkelijker erin te duwen is. Maar, hey. Ja, we beginnen toch echt wel te wezen. En dit moet natuurlijk het kerstcadeautje van mijn zus worden, dus die moet ik wel even op tijd af hebben. Maar ik denk als ik morgen dan ook nog 2 video's maak, dan kom ik al een heel eind. Het lichaampje krijg ik morgen sowieso wel af, op een gedeelte na. Maar ja, ik ben best wel tevreden. Kijk, er gaat natuurlijk hartstikke veel in, want het is echt wel hard. Maar dat moet ook. Het moet echt een stevig paard zijn. Dus ja. Bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat je hem weer leuk vond en dat je er wel weer wat aan had. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!